Welkom bij VeraD, rompstabiliteitsoefeningen meer dan buikspieren alleen. Kom in kniezit, armen voor je uitgestrekt, hoofd op de vloer. Laten we starten met 2 maal opdrukken en 2 maal tricep extensie of strekking. Gewichten zijn optioneel. Push up. En triceps extensie. Druk op. 1. 2. En met je linkerhand tricep strekking. Borst tikt de vloer aan. 1. 2. En tricep. En opdrukken. En tricep. We veranderen de oefening met 2 maal opdrukken met zijwaartse plank. Voeten bijeen, opdrukken. 1 en 2. Verplaats je linkerhand naar het midden. Draai de romp een kwartslag. Breng het lichaam in balans. En til je arm op. En strek verder je arm langs je oor. Maak een rechte lijn. Naar het midden verplaats je handen op schouderbreedte. Druk op. 1 en 2. Verplaats je rechterhand naar het midden. Draai de romp een kwartslag. Voeten op elkaar. Heupen loodrecht over elkaar, arm omhoog en verder over het hoofd. Zorg ervoor dat het lichaam gestrekt is en een rechte lijn vormt. Naar het midden opdrukken. 1, 2, verplaats je linkerhand naar het midden. Zijwaartse plank, balans, arm omhoog. En over het oor. Laatste keer naar het midden. Druk op. En 2, verplaats je rechterhand naar het midden. Draai de romp in zijwaartse plank. Voeten op elkaar, heupen over elkaar. Arm over het hoofd. En kom naar het midden. Laat los. Naar het midden en ontspan. Zit vlak naar de hielen. Rustig ademen. Ga in de knie viervoetstand. Handen op schouderbreedte. Pompen. Kijk naar de grond. Strek je benen in het verlengde van de rug. En je voeten bijeen. Zet je handen uit elkaar onder je borstkas. Buig de armen langs het lichaam. En stop wanneer je gezicht zich 30 centimeter van de grond bevindt. Houd de positie vast en blijf normaal ademen. Vasthouden, 30 tellen. Een sterke oefening voor rug, buik, armen, triceps, benen.
adductoren. Ga lang uit op de zij liggen. Strek je arm uit en leg je hoofd op je arm. Strek je onderste been en kruis het bovenste been over. Til je onderste been van de grond en maak op- en neerbewegingen. Op en neer. Op en neer. Op en neer. Kleine bewegingen. Op en neer. Op en neer. Op en neer. En blijf. Houd de positie aan en blijf normaal ademen. Voetflex. Tenen naar de schenen. Houden. Voelt de binnenkant van de dij werken. Strek beide benen, voeten op elkaar, heupen over elkaar. Til beide benen op, voeten gebogen. Hou je lichaam in een rechte lijn en houd dit 30 tellen vast. Blijven ademen. Normaal blijven doorademen. Kruis het bovenste been over het onderste been in een hoek. Buig en roteer het onderste been boven de knieholte van je gebogen been. Buig en strek. Buig en strek. Buig en strek. Buig en strek. Laatste 3, 2. En laatste keer. Omgekeerde plank. Kom in ruglig. Zet je handen ter hoogte van je nek. Strek je benen voor je uit en til ze op. Laat zakken tot ongeveer 45 graden van de vloer. Houd daarbij je voeten tegen elkaar. Strek je armen achter je uit voor meer intensiteit. 30 tellen vasthouden. En rustig blijven ademen. Hou vast. Buikspieren, beenspieren zijn aangespannen. Rustig blijven doorademen. Laat los, buig de knieën. En hef het bovenlichaam op. We herhalen de serie aan de andere kant. Ga lang uit op de zij liggen. Strek je onderste been en kruis het bovenste been over. Til je onderste been van de grond en maak een op- en neerbeweging. Op en neer. Op en neer. Op en neer. Nog even, nog enkele malen. En neer, op en neer, op en neer, op en neer, op, op. En op en neer en blijf. Houd de positie aan, voet gebogen. En blijf normaal ademen. Beenspieren zijn aangespannen. Nog even. En strek beide benen, voeten op elkaar. Heupen over elkaar. Til beide benen op. Voeten gebogen, tenen naar de schenen. Hou je lichaam op één rechte lijn. Balans.
Houd dit 30 tellen vast. Blijven ademen. Probeer uw balans te houden. Een core training. Goed voor de rug, de buikspieren. Kruis het bovenste been over het onderste in een hoek. Buig en roteer het onderste been boven de knieholte van je voorste been. Buig en strek. Buig en strek. Buig en strek. Buig en strek. Laatste 3. 2. 1. Optrekken van de borst. Kom in ruglig. Til je voeten op. En buig de benen. Zet je handen ter hoogte van je dijen. Til de bovenrug zo ver mogelijk op. Duw hard op je dijen met je handen. En omgekeerd. Duw hard met je knieën naar je handen. En houden. Een zeer goede core training. Meer dan buikspieren alleen. Laat los, knieën naar de borst. Laten we strekken en de spieren ontspannen. Kantel de knieën naar rechts. En de armen in de tegenovergestelde richting. Hier gaan we 30 tellen vasthouden. Rekken van de buikspieren. Rekken en ontspannen. Wissel van kant. Ontspannen en rekken van de buikspieren. We hebben hard gewerkt. Laat los en kom in kruis zit. Zo, dit was het voor vandaag en tot de volgende keer.